kijkers van Online Games, een hele goede avond. Van hartelijk welkom bij de allereerste halve finale van het WK Voetbal 2022. Helaas zonder Nederland. Ze hebben helaas de penalty reeks met Argentinië helaas verloren. Het was jammer, het was zuur, het was pijnlijk. Maar Argentinië had eigenlijk met 10 man moeten staan, misschien zelfs wel met 9 man. Want Messi had sowieso ook moeten krijgen. Dat sowieso, en er was nog een speler dat vol op die bal, ja, en de goud gooide bij het Nederlandse reserve. Dat vond ik eigenlijk ook, daar had je ook een kaart gewoon rood moeten geven, vind ik. Maar helaas is dat niet gebeurd. De penalty reeks, ja, het is gewoon een loterij, vind ik, hè. Maar ja, dat is zeer jammer van Nederland, maar helaas. Dus ja, als je zo op het algemeen kijkt, ja, was Argentinië wel wat iets sterker dan Nederland. Dat wel. Maar ja, het was wel heel leuk. De laatste, ja, half uur begon Nederland echt te voetballen. Na de 2-0 was het geweldig natuurlijk. En daarna, ja, was het niet echt heel veel verlenging. Ook dikke kans voor Argentinië, maar uiteindelijk de penalty reeks. En dat was helaas niks. Maar goed. Maar Argentinië staat wel in de halve finale tegen Kroatië. Kroatië heeft dus 2 verlengingen eruit gesleept al. Eerst was het tegen Japan, oké, ja, dat kan gebeuren. Maar tegen Brazilië, nog een verlenging eruit halen, nog in de 117e minuut een doelpunt te maken, 1-1. En uiteindelijk de penalties reeks nog te winnen, dat is fantastisch. Dus eerlijk gezegd hoop ik eigenlijk dat Kroatië wereldkampioen zou worden. Als het zo is, dan krijgen we sowieso dat er een Europees land wereldkampioen gaat worden. Althans, dat weet ik wel zeker. Wat er gisteren allemaal op de wedstrijd is gebeurd, dat weet ik niet. Het is bij mij nog zaterdag. Dus ik weet niet wie tegen wie dat speelt in de halve finale. Maar dat zal ik na vandaag, zal ik dat wel weer weten. Maar we zijn al 2 minuten bezig. Laten we gewoon lekker met de halve finale beginnen tussen Argentinië en Kroatië. Goed. Argentinië-Kroatië dus. Nog maar 4 ploegen over. De 2 teams die we vandaag aan het werk gaan zien, hebben het hele WK al hoge ogen gegooid. Maar wie gaat er door naar de finale? Natuurlijk krijgen we ook een troostfinale. Die gaan we natuurlijk ook spelen, dus die zien we sowieso nog een keer terug in een wedstrijd van Argentinië of Kroatië. Maar in welke rol dat wordt, dat weten we niet. Of het nou de finale van Kroatië wordt of de finale met Argentinië. Je weet het niet. Vandaag staat de halve finale van het WK voetbal op het programma. Dit is Argentinië dat gaat spelen tegen Kroatië. Ik gun wel voor vandaag met Kroatië. Maar ik gun het ze. We zijn aanbeland bij de laatste 4 ploegen. En ja, in het zicht van de finale wil natuurlijk geen enkele ploeg stranden. Nicolas Otamendi, nummer 8. Marcus. Deze 11 spelers gaan beginnen voor Argentinië. Argentinië met Martinez onder lat. Hij heeft 2 penalties dus gestopt bij Nederland. Acuna, Otamendi, Romero, Molina. Ja, dat is dus een 4-3-3 met McAllister, Fernandes, De Paul. Niet De Paul, maar De Paul. Gomez, Lionel Messi en Alvarez. Ja, Van Dijk en Berghuis missen dus de strafschoppen. Het was in 2018 behoorlijk veel kritiek, omdat ze ondanks de sterke spelers niet ver kwamen. Ja, dat is met iets meer veerkracht, dan was Nederland in de halve finale gestaan. Te veel rondom Messi was gebouwd. Maar Kroatië is een gevaarlijke ploeg. Icardi hadden moeten meenemen, want die was topscorer in de Serie A. Alleen Kroatië met Livakovic onder, dus misschien wel een echte penalty killer aan het worden. Barisic, Kavadon, Lovren, Juranovic. Middenveld zijn Kovacic, Brozovic, Modric. En voorin Perisic, Petrovic en Kramaric.
begint op het middenveld met Luka Modric in het centrum. Argentinië, Kroatië begonnen. Halve finale, de weg naar de finale. Messi. Messi, het is niet 1-0. Na een anderhalf minuut krijgt Messi hier de kans. Met Kiparet. Zo start Argentinië eigenlijk al heel goed in de startblokken. Je gaat Kroatië naar uit shirts moeten zetten, maar goed. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding. Hij past de voordeelregel hier prima. Naar wie? Naar wie? Ja, niemand echt voor het doel. Niemand echt voor het doel. Dan maar zo. Krijgen die bal maar niet weg. Dat zag er even link uit. Het is opgelost. Hij is vaak de beste. Daar komen ze. Lionel Messi. Wat gevoelig. Denk je? Vrije trap. Een gevaarlijke positie. Ja. Vrije trap. In de muur en ja, wij hoeven de muur. Maar dat doen we niet even. En dit is heel dom. En onnodig. Alvarez, mijn parasiet. Alvarez. Hij had niet de kans, het is geen doelpunt voor Argentinië. Kregen dat schot. Maar het leverde ze geen treffer op. Nee, maar veel scheelde niet. Zo laat Argentinië zien wat we Argentinië wereldkampioen worden. Messi moet daarna leiden. Maar je krijgt wel Kroatië en dat is een hele gevaarlijke ploeg. We zien als Nederland in de halve finale dat ze ook Kroatië, dat Kroatië misschien wel Nederland had verslagen. Het kan allemaal. Brazilië eruit. Luka Modric. De vraag is, kan je Argentinië nu ook verslaan? Molina. De Paul. Goeie lop richting die aanval. Gomez. Wordt geduwd en dat is geen penalty. Het was sowieso bij Nederland ook geen penalty. Het was nog niet zo'n overtreding. Daardoor speelde het ook mee. De scheidsrechter was onpartijdig, vond ik. Maar Kroatië krijgt hier een hele grote kans. Maar geen probleem voor de keeper. Die kan een eenvoudige redding brengen. Romero. Fernandes. Lionel Messi. Messi. Alexis. Daar is de keeper en die is op tijd. De doelman zag die steek wel aankomen. Is paas om de Paul. En dan laat voordeel. Wolfram en al alsnog gefloten. Alsnog ingrijpen en de aanval onderbreken. De Albi Celestis met de vrije trap. Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt allemaal... Messi eist die vrije trap op. En ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. De vrije trap en de breken. Oh, je is daar Acuna. Gomez is al langs. Gomez! Maar geweldige redding van de doelman. En dan gaan we nu naar de andere kant. Kramaric. Heeft heel veel man voor zich. Kramaric! Wat een ongecontroleerde actie. En vol risico. Hier en dan zit de keeper. Dat uiteindelijk gered. Luka Modric. Daar komt de corner van Modric. Nee, er zit iemand tussen. Hij zet hem voor, maar uiteindelijk
is het wel een kans, Kroatië. Maar Argentinië weet het nog goed op te lossen. Rodrigo de Paul. De Paul. Brazil zit ertussen, weer de Paul nog. Lionel Messi. Sterke actie. Ivan Perisic. Perisic met de voorzet, de kopbal komt net niet goed aan. Niet dreigend, maar Makalista. Gomez. Gaat richting Gomez weer. Gomez. Messi. Geen vrije. Fernandes. Maar voordeel. De aanval kan verder. Alvarez. Maar die wordt niet helemaal zuiver gedaan. Half uur gespeeld. Het is spannend in de strijd. In een halve finale. Brozovic. Maar er komt hulp aan. Brozovic met de voorzet. Bij de tweede paal. Wordt weggewerkt deze voorzet. Luka Modric. Modric haalt uit. Hij wordt gedwongen om te duiken. Dat was ook een gigantische grote kans. Zo heeft Argentinië het heel even moeilijk. Modric. Hier dan de hoekschop van Luka Modric. Dat levert niet heel erg veel op. Die bal wegwerken. Dat is een vrije trap. Een overtreding van de Argentijnen volgens mij. Brozovic. Lovren. En dan is hij opeens los. Lovren. Ja, dit is een goede kans. En Martinez heeft daar wat moeite mee. Nou, dat is toch prima opgelost zo. Makalista. De doelman verdient zonder meer compliment voor deze actie. Waar is iets? Dit soort kansen kan het niet lang meer duren. De bal is nog binnen. Straks van het bos verdwenen. En bal voor de pot gegooid. De kopbal. Ik denk dat hij deze bal... Het was wel heel moeilijk. Je moest in één keer koppen. Wat moet je anders doen? Het was wel heel ver. Dat wel. Buiten de 16. Otamendi. Gomez. Dus Lionel Messi. Gomez weer. Maak uitstekend gebruik van Gomez. Nou, gevaarlijk worden ze. Lovren, die laat hem niet door. De bal wordt alweer ingeleverd. Kroatië nog altijd. Maar Acuña verdedigt dat goed. Zo gaat het gelijk op. De scheidsrechter geeft Argentinië voordeel. Acuña. Maar hij krijgt geen kans. 2 minuten blessuretijd. 2 minuten. Wat doen man? Bal is nog binnen. Hij leidt balverlies. Zo gaan we dus eigenlijk rusten met een 0-0 ruststand. De rust aan in het Lucille Stadion. Mocht Kroatië verlengen, dan hebben ze gewoon 1 wedstrijd meer gespeeld, hè? Goed. Het gaat gelijk op, maar ja. 5 op 5, wacht doelpunt 0,9, 1,0. Pas 48, tackles 5. 10. Onderschepping staat 10 op 2, redding 4 op 2, overtredingen gaan 1 op 2. Corners 1 op 2, de vrije trap 2 op 1. En geen kaarten. Goed, wij gaan lekker door met de tweede helft. We zijn bijna een kwartier bezig. Maar ik heb de eerste 2 minuten nog veel gepraat. Hè? Ik ben benieuwd wat ik kan de namen helemaal niet zo heel erg goed zien. Hier aan de bal is het. Kijk, zo ziet het iets. Elf brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. Brozovic. Luka Modric.
Wat gaan wij nog in de tweede helft zien? Spektakelstuk! Mooie actie. Die bal is nog binnen, dat is wel heel knap gedaan. Julian Alvarez. Bal is buiten. Nog geen doelpunten hier, maar voldoende kansen voor beide ploegen die elkaar toch heel aardig in evenwicht houden. Vraag is nu wie als eerste die kansen weet te benutten. Lovren. Juranovic. André Kramaric. 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 Dit is goed, dit is een kopbal. Argentinië krijgt een vrije trap. De scheidsrechter. Voor Argentinië. Coach lijkt te gaan wisselen. Richting Alvarez weer. Maar dit is heel goed verdedigd hoor. Zie je dat hij er niet doorheen kan? Fernandes. Fernandes gaat hij erdoor. Hij is het strafschopgebied in. Maar hij is nog niet weg. Perisic. Is een counter mogelijk? Perisic, hij heeft heel man daar voor zich. Maar kan hij hem voor het doel krijgen? Dat kan hij, de kopbal! Maar wat een redding van de doelman. Dit was een hele grote kans voor Kramaric. Goede kopbal, maar de keeper, die haalde hem eruit. Dat was bijna 1-0 voor Kroatië. Luka Modric. Hoekschop wordt voorgegeven. Corner, ja, dit is niks. Die komt niet eens. Snel die corner weg. Skippen. Die kopbal. Acuna. Na die tackle is het een score voor de tegenstander. Dus hij mag gaan ingooien. Romero. Romero. Enzo Fernandez. Laatste keer dat Argentinië in een halve finale speelde was in 2014. Dat was natuurlijk tegen Nederland. Ook met penalties eruit. Op dezelfde manier als afgelopen vrijdag. Ook penalties. Alleen was deze wedstrijd iets spannender dan in 2014. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Half uur te gaan of wordt het een uur? Ivan Perisic. Ja, dit is goed. Perisic. Perisic gaat ineens. Maar Martinez. Dan kan Argentinië nu gaan wisselen. Gomez eraf, Martinez erin. Modric, jij gaat iets harder, iets beter misschien. Die moet je nog beter weg. Ga maar iets aan. Martinez weer die doelman. Modric. Nee, dat is slordig gedaan. Mateo Kovacic. Kovacic. Dat is goede kans. De Paul. Messi. Messi. Brozovic. Martinez bedoel je. Excuus. Knap hoor, hoe hij die bal verovert. Novakovic. Steekpaas door de lucht. Martinez, Lionel Messi! Hij zit erin! In de 68e minuut komt Argentinië op 1-0 door Lionel Messi! Wat een doelpunt! Niemand kan Lionel Messi aanpakken bij Kroatië! Toch wel bijzonder hoor! Hier een hij gaat, glipt daar weg en hij zit erin, Doemer kan er niks aan doen! En het is nog 20 minuten op de klok! Moet Kroatië alles aan doen om misschien er een verlenging eruit te slepen. Gaat dat lukken? Kramaric. Ga ik dadelijk laten wisselen hoor. Kroatië kan misschien dreigend worden.
Ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Gaan we nu een counteraanval zien. Weggegeven door Argentinië. Petrovic. Modric. Luka Modric. Dat lijkt mij een overtreding, dat is het dus niet. Hij scherpt de bal knap af daar. Perisic. Perisic. Ah, hij komt er naar die Kramaric. Kans en Martinez. Nog een kwartier op de klok. We gaan hier een wissel zien. Dan ga ik ook maar eens een keer wisselen. Normaal doe ik dat nooit, maar ja, er is er iets geblesseerd. Wie? Nu kan ik hem niet meer zien. Even kijken. Modric, die wil je er in laten. We laten het gewoon zo samen, want ik weet niet meer welke dat is. Modric met de corner. Corner voor het doel gebracht. Zo, dat was net op tijd. Goed onderschept. Andrei Kramaric. Modric. Modric heeft hier voorlopig geen... Modric! Nou, die pakt hij heel mooi af. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook. Messi. De verdediging komt er niet voorbij. Nee, de counter eindigt te vroeg. Misschien iets te veel risico. Wordt het 1-1? Nee! De Wolves! Zonde! Hij raakt hem iets te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker voor... Ja, in de laatste 10 minuten kwam Nederland ook op de 2-0 achter na 2-2. Modric. De laatste 10 minuten van de wedstrijd. Modric. Tegenstander stof happen. Modric, is het 1-1? Ja, dit is 1-1. Kroatië heeft de gelijkmaker te pakken. 82e minuut. Staat het dus 1-1. Ja, je kunt je afvragen wat dit nog met voetbal te maken heeft. Hè. Dit is toch heel raar. Keeper. Zat er mis. Hier. Niemand in de buurt. Ja, de keeper was eigenlijk te laat. En dat staat weer gelijk. 82e minuut. Nederland deed dat in de 83e minuut. Maar toen stond het nog op 1-2. Lautaro. Niet goed gegeven. Ja, dus balverlies. En nu staat het 1-1. Ze gaan in de laatste minuut. Ga maar iets. Bevrijdende doelpunt. Ga maar iets. Is dit een goede kans? Dit is een kopbal van. Goede kans voor Kroatië. Het is spannend. Het is strijd. Vijf minuten nog. Acuña. Ze zaten er bovenop. De tegenstander werkt hem weg. En de bal komt bij het andere team terecht. Lionel Messi. Martinez. Goede kans. Actie. Dit is ook goed. Perisic. 89e minuut. Nu dan. Er langs. Maar de keeper zat erbij. Dat was de kans voor Kroatië om in de 89e minuut op voorsprong te komen. De minuut loopt. Modric met de corner. Valt hij goed? Valt hij goed? De kopbal! Maar weer de keeper, Martinez. Maar die keeper strekt zich. De volgende corner. Nou, wat een verbijsterende reflex. De keeper zit daar weer goed aan. 10 seconden nog. En dan hebben we natuurlijk nog de extra tijd wat er geen... En nu heeft hij. We gaan 4 minuten nog even door. Zo niet, dan gaat het 120 worden. Alvarez. Leandro Paredes. En dan de Paul. De Paul.
Wordt niet gepakt. Messi, dat is dus uitkijken. Messi, gaat hij schieten? Gaat hij schieten? Hij wordt gepakt, een vrije trap. Geel komt er. En ik denk dat hij daarvoor geel gaat krijgen. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Eentje liggen, ja. Hij gaat erin. Het is 2-1 Argentinië. Hij gaat Argentinië alsnog door. Naar de finale. Lionel Messi doet het. 2-1. We gaan dus niet verlengen. Geniaal doelpunt. Ja, laten we nog eens kijken. Niet alleen gaat de bal over de muur, maar dan heeft hij ook nog een zijwaartse beweging. Wat briljant gedaan. Een doelpunt. Het is klaar met Kroatië. Heel zuur. Als je diep in de blessuretijd nog kan doen. En het is ook meteen afgelopen. Argentinië is finalist. Wie er nou eigenlijk naar de finale zou gaan. Maar dankzij... Voor mij betreft vind ik dat Kroatië eigenlijk naar de finale is gegaan. Maar helaas is het zeer pijnlijk voor Kroatië. Lionel Messi, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. Die moet aan haar leiden en die doet het. Maar wat vond je van zijn spel? Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals. 2-1. Zo kwam Kroatië dus op gelijke hoogte, maar het is net niet goed genoeg. Net niet, jammer. Balen als stekker voor Kroatië. Natuurlijk, 2-1. Eindigt het hier. En Argentinië naar de finale. En Kroatië zien we natuurlijk in de troostfinale. Maar het liefst zie ik eigenlijk Kroatië in de finale, eerlijk gezegd. Ik hoop gewoon dat Kroatië, ja, gaat winnen van Argentinië. Ik gun het ze. Omdat het natuurlijk een Europees land is, ja, gun ik ze wel. Maar je weet het niet, hè, Argentinië, ja, het is de laatste keer. Het is alles of niets voor Argentinië, voor Lionel Messi, dus ze willen het. 2-1. Goed. Maar hier eindigt het hier in ieder geval voor Kroatië. Argentinië 2, Kroatië 1. Heel jammer. Heel zuur voor. Dit trof bijna dat we gingen verlengen. Maar helaas is het toch nog na 90 minuten voorbij. Goed, kijkers. Ik ga het hier in ieder geval erbij laten. Wij zien natuurlijk morgen bij die andere halve finale wedstrijd. Jongens, goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen bij die andere halve finale wedstrijd, jongens. Mazzel!